René Gudde zei een keer, doodgaan is niet moeilijk, dat kunnen we allemaal. We doen het ook allemaal namelijk, een keer. Maar denk erover na, hoe wil je zo'n laatste stuk beleven? Wat is belangrijk voor jou? En dat is denk ik de essentie van het advies. Denk niet alleen na over die medische kant. Wat kan er niet? Wat voor behandeling geef ik niet? Maar denk ook na, wat is voor jou belangrijk in zo'n fase? Hoe zinvol wil je het hebben? Waar wil jij het nog voor doen? En weeg dat af tegen de medische mogelijkheden of onmogelijkheden. Ja, nadenken over het levenseinde is veel breder dan alleen de medische aspecten. Want voor veel mensen zijn natuurlijk, ja, die medische aspecten worden wel belangrijker in de loop van het leven. Maar het gaat er ook om, hoe kan je nog functioneren? Kan je nog zelfstandig zijn? En veel mensen denken aan het eind van hun leven na over, wat is er na de dood? Daar zijn hele verschillende opinies over. En het is verstandig als je daarover praat met iemand die jouw achtergrond een beetje begrijpt en kent. Een geestelijk verzorger. Maar soms ook bijvoorbeeld als je bij een kerk bent, een ouderling of een goede vriend. Het is heel belangrijk dat er dan naar je geluisterd wordt. En dat jij jouw ideeën, wensen en voorkeuren onder woorden kan brengen.